schiet! Is dit een penalty? Jawel. Prachtige aanval, prachtige voorzet. Dat is de 5-0. En de handen gaan toch op elkaar voor een spektakelstuk. Dag iedereen, welkom bij de Champions Club, de podcast over de Champions League van Pix Plus Sports. Deze week zenden we op dinsdag en woensdag de kwartfinales uit. Daar gaan we nu vandaag al een beetje op vooruitblikken. En mijn gasten zijn iemand die net moet onderdoen voor Cristiano Ronaldo en een kenner van het Spaanse voetbal die zelf een podcast heeft, Croqueta. Goedemiddag, Frankie van der Elst, Koen Frans. Dag, goedemiddag. Frankie, hoe zwaar komt het aan dat er nog een speler is? Dat is nu de vierde, denk ik, die naar zijn vijfde WK gaat. Jij maar op vier, ja, dat is lastig. Ja, dat komt zwaar aan. Ja. Ja. Absoluut. Ik had dat niet verwacht. Maar je gunt het hem wel? Ik had dat niet verwacht van Ronaldo dat hij daartoe in staat was. En ik niet. Ja. Nee, ik gun het hem absoluut. Alleen jammer dat de finale niet Portugal-Italië was. Ja, de play-offs. Ja. Dan had het misschien nog anders kunnen zijn. Ken je de andere drie die er vijf hebben gespeeld? Matheus is daar. Ja, Lothar Matheus. En dan nog een keeper. Een Mexicaan ook nog. Ja, nee, dat is geen keeper. Koen weet dat misschien. Ochoa? Nee, verdediger van Barcelona geweest, Rafa Márquez en ook Carvajal, die naam zegt mij. Messi gaat er ook naar zijn vijfde WK. Hè? De aandacht daarvoor was dan wel... Is dat zo? Ja, zijn het er vijf? Oké, moeten we dubbelchecken. Want van 2006. Meestal gaat het hand in hand bij hen. Ja, wel ja. Ze kunnen ook de finale tegen elkaar spelen trouwens van het WK. Hebben de mensen al uitgerekend. Ik denk dat niet zal gebeuren. Ja. Maar Frankie, jij blijft mijn held, want jij hebt twee gouden schoenen en die mannen allemaal niet. Hè. Dus, ja. Koen, kenner van het Spaanse voetbal. Drie Spaanse ploegen in de kwartfinales. Dus we vonden het wel een goed idee om jou uit te nodigen. Je hebt zelf een podcast, Croqueta. Met Michael van Varenberg, een van onze commentatoren, hier ook al te gast geweest. Hoe moeilijk is het om met hem samen te werken met al die hot takes? Heel moeilijk. En het is ook moeilijk om tussen te komen. Hij praat zo graag. Dat zullen jullie ook al wel ervaren hebben. Dat durfden wij niet zeggen. Ja. Nee, het is eigenlijk heel fijn om mee op de podcast op te nemen. Ja. Want hoe lang doen jullie dat al? Dit is het derde seizoen dat we het doen. En het eerste seizoen dat we bij Friends of Sports ook zitten. Ja. De overkoepelende podcast. En vanwaar de passie voor Spanje en het Spaanse voetbal bij jou? Bij mij, ja. Ik ben van kinds af aan fan van Barcelona. Ik steek dat ook niet weg in die podcast. Ik kom daar openlijk vooruit. Uh-huh. Dit seizoen was dat soms wel lastig, maar nu is het terug plezant om daar vooruit te komen. En vandaar ben ik het... Ja, ik volg het echt al lang. Ik zie denk ik al jaren elke week de match van Barcelona, Real Madrid... Zie ik ook regelmatig om toch te kunnen weten wat je erover moet zeggen. Maar ik zie aan je gezicht dat met tegenzin is. Dat je Nee, zeker nu niet. Ik kan ook echt wel genieten. Vorige week was dat mijn groot plezier. Ja. Real te kijken. De Classico. Ja. Ik had gehoopt dat Eden Hazard daar iets meer zou schieten. Ja. Maar ik kan wel genieten als Thibaut Courtois daar, zoals dit weekend, goed presteert. Ik kan daar echt ook wel van genieten. Ook al is het de aardsvijand van Barcelona. Ik vind dat dan niet erg. Ja, je hebt dit weekend, gisterenavond vooral, een mooie avond beleefd wel, hè? Ik heb het niet helemaal gezien, want ik was nog wel laat thuis. Maar de goal wel, toch? De goal wel, ja. De goal wel. En de manier waarop ze nu de laatste weken voetballen... Pedri is daar misschien wel het equivalent, of zeg je het uithangbord van. Dat is terug het Barça van... Wel eer, maar ze zitten niet in de Champions League, dus misschien is het niet het plek. Frankie van der Elst had in de auto op weg naar hier een voorstel op dat vlak, Frankie. Ah. Pedri? Ja, ik zou... Ik vind dat er morgen en overmorgen wel een ploeg is die moet kunnen spelen met Pedri. Ja. Je bent een grote fan, hè, van Pedri? Ja, ik heb gisteren ook naar de wedstrijd gekeken en vooral die goal. Ik vond het fenomenaal gedaan. Gewonnen van Sevilla op die manier. En ze spelen Europa League, ze gaan die misschien ook winnen. De kans lijkt me reële dat ze die gaan winnen. Ik moet zeggen, een maand net na nieuwjaar had ik nog niet het gevoel dat zij echt wel de grote favoriet waren om dat te winnen. Maar nu zijn ze echt wel de beste. Ja. Maar Koen, we moeten jou ook nog wel op een andere manier voorstellen, want het is niet alleen met podcasten dat je boterham verdient. Wat ben je in het dagelijks leven nog? Journalist voor Gazet van Antwerpen. Ja, en je volgt Beerschot. Dus dat is niet zo plezant geweest dit seizoen. Dat was moeilijk, Dat was moeilijk. En wat betekent de degradatie voor jou? Voor mij en voor de krant verandert er eigenlijk niet zo heel veel. 1A of 1B. Beerschot blijft een van de twee grote clubs van de stad. Ja. Dus dat blijft belangrijk genoeg om intensief te volgen. Maar ja, ik kijk er wel niet echt naar uit om naar de U23 van Club Brugge in Genk, in Virton, in Lommel, en waar is het allemaal? Ja. Misschien extra hard focussen dan maar op het Spaanse voetbal. Goed, we gaan eens kijken naar de affiches van deze week in de kwartfinales van de UEFA Champions League met op dinsdag Manchester City tegen Atletico en Benfica uit Lissabon tegen Liverpool. En op woensdag
zijn er nog twee hele mooie wedstrijden natuurlijk. Met Chelsea tegen Real Madrid, heruitgave van vorig seizoen, toen ze ook al tegen elkaar hebben gespeeld. En ook Villarreal tegen Bayern München. Dat betekent dus drie Engelse, drie Spaanse ploegen en dan ook nog Benfica erbij en Bayern München. Maar Koen, we zitten hier natuurlijk met jou in de studio, dus we gaan beginnen met een match waar toch een Spaanse ploeg aan deelneemt. Affiche van de week. En wij hebben bij Pix Plus Sport gekozen voor Man City tegen Atletico. Die wedstrijd zal, dat is misschien interessant voor u als luisteraar om te weten, ook gratis te bekijken zijn. U hoeft geen abonnee te zijn van Pix Plus Sport, al zou ik u dat wel aanraden natuurlijk. Maar u kunt die wedstrijd bij ons uitzonderlijk volgen. Ook de voorbeschouwing vanaf 7:15 morgen dinsdag. Dus dat zou ik wel aanraden. Maar mannen, ja, vooral Simeone tegen Guardiola. Clash van stijlen wordt dan gezegd. Wat verwacht je ervan, Frankie? Ja, ik verwacht een hardnekkig Atletico, zoals altijd. Een dominant City, ook zoals altijd. En dan is het even afwachten wat de uitkomst zal zijn. Maar goed, dat Man City de grote favoriet is, dat lijkt me wel duidelijk. Ja, City verliezend finalist vorig seizoen. In de vorige ronde, Frankie, hebben we weinig geleerd hè, van Man City. Ja, want ja, Sporting, goed, dat was het geen... Het verschil was te groot. Dat was ook te verwachten. Dat is ook gebeurd. Alleen ja, wat dat er niet mag gebeuren is dat Guardiola moet denken dat hij weer iets speciaals moet gaan doen. Wat hij de afgelopen jaren wel net... Vorig jaar heeft hij gewacht tot in de finale. Ja, oké. Okay, maar goed, misschien is dit inderdaad nog wel een stage te vroeg om te veel na te denken over hetgeen wat zou kunnen gebeuren. Want dat is dan wel gevaarlijk tegen Simeone, die altijd wel ook wel iets in petto heeft, dat zijn tegenstander vooral moeilijk kan maken. En dan is maar de vraag wat zij eventueel in aanvallend opzicht kunnen doen. Hè. Tegen Man U waren zij duidelijk de betere ploeg over de twee wedstrijden. Dus, maar ik denk toch wel dat tegen City toch een stuk moeilijker wordt. Heb jij tijd, Koen, om ook nog andere wedstrijden uit andere competities te bekijken? Ik denk maar aan Man City dit weekend bijvoorbeeld met de goal van Kevin De Bruyne. Ik krijg de highlights wel mee, maar de integrale wedstrijden, nee, dat zit er niet meer in. Nee. Heb maar je de goal van De Bruyne gezien? Ja. Dat was wel mooi, hè? Ja, dat was wel mooi, ja. Hij zit aan 10 al dit seizoen. Ja, ja. In de competitie? Ja, absoluut. En hij zat ook nog eens in de opbouw bij de tweede. Mooie 1-2 langs de flank met Sterling. Gaf nog een mooi assist voor Gundogan, die dan niet scoorde. Maar inderdaad, ja, de perceptie is van het is een minder seizoen voor De Bruyne, omdat hij met zijn blessure wel langer tijd heeft nodig gehad om erin te komen. Maar als je puur naar de cijfers kijkt, gaat hij wel een heel goed seizoen. Ja, hij is co-topschutter in de Premier League. Heeft er 10 en al 5 na nieuwjaar. Maar nog niet gescoord in de Champions League in 6 wedstrijden. Dat is toeval, neem ik aan. Hij zal misschien wachten tot de echt cruciale fase. Ik denk dat ze bij Atletico wel geluk hebben ergens dat het dit weekend of komend weekend Liverpool Man City is. Ja, je verwacht dat gaat meespelen voor City. Ja, ik denk dat toch wel. Dat is ook wel de titelbepalende wedstrijd daar. Dus... Denk je in de keuze van Guardiola dan? Of... Die spelers ook ergens in hun achterhoofd. Van dit weekend is wel... Want ze hebben nog een terugmatch om eventueel een slecht resultaat nog weg te vagen. Ja. Hè? Maar pas op, zelfs dan nog is Atletico... Misschien redeneren ze omgekeerd. Dat ze toch zeggen van ja, voor ons is Champions League dit seizoen het belangrijkste. City wil hem al lang winnen. Hè? Ja, vorig jaar was er dichtbij. Maar... Meer nog dan de titel is het toch al een aantal keer de laatste jaren. Ze zullen allebei wel willen winnen. Ja, dat wel. Maar goed, ik denk niet dat zo direct een rol gaat spelen. Maar goed, het kan altijd. De Bruyne zal de enige Belg zijn die in actie komt. Lavia, dat is nog wat vroeg om die in actie te verwachten in de Champions League. En Carrasco is de laatste wedstrijd geschorst natuurlijk. Laat ons misschien ook eens inzoomen op de Colchoneros op Atletico Madrid. Want zij moeten dus weer naar Manchester. Want dat was amper een paar weken geleden ook al het geval. En intussen hebben we balbezit voor Atletico met João Felix. Hakje tot bij Griezmann. In de tweede zone is Renan Lodi en die kopt hem binnen. Die kopt hem gewoon binnen. Hij treft raak. De man, de smaakmaker uit de heenwedstrijd. En ja, de man van het moment misschien wel bij Atleti. De man van het moment een paar weken geleden. Nu zal dat misschien een andere naam zijn waar we zo meteen op inpikken, Koen. Maar Frankie, we waren samen in Manchester voor die match. Ja, oké. Okay. Dit wordt andere koek hè, voor Atletico. United, kloppen, dat was nog haalbaar. Maar City... Ja, dat was haalbaar. En United...
eerste kwartier, 20 minuten, waren ze echt wel goed. Nadien verwaterde dat bij hen en nam Atletico het eigenlijk wel over. Niet zozeer de volledige controle over de wedstrijd. Ze hadden de controle en ze konden geregeld te prikken. En ze konden het dan ook afmaken. Maar ik verwacht dat City wel de ganse tijd de bal gaat hebben. En dat zij hoogstwaarschijnlijk een gordijn gaan optrekken. Zoals ze wel vaker doen. Laag op de eigen 16. Met 5 hoogstwaarschijnlijk. Soms met 6. Dat hebben ze vorig jaar wel eens gedaan. Dat Correa daar ook nog eens mee rechtsbak moest komen spelen. Dus ik denk dat het wel zoiets weer zou kunnen worden. Ze wonnen ruim, Koen, dit weekend. Ze hebben 6 keer na elkaar gewonnen. Dat is wel straf, hè? Dat is geleden van 2018, zag ik. Ja, ze zijn net op tijd in vorm. Ze hebben nu ook Sevilla bijgebeend in de stand. Eigenlijk sinds die dubbele match tegen Manchester United. Sindsdien zijn ze echt wel in een goede vorm. En bepaalde spelers die er bovenuit steken. Koke, die terug zijn goede vorm in. En João Félix, Dat is eigenlijk nu de man van het moment, hè? Een paar weken na Lodi. Ja, dit weekend ook weer 2 keer gescoord. Nam daar op een gegeven moment een bal mee. Dat je heel weinig spelers ziet doen. Voetbaltechnisch is dat echt een ongelooflijke voetballer. Maar om een of andere reden lukte dat voorlopig nog niet. Of tot nu toe niet. Maar de laatste weken is hij echt wel de man in vorm. Hij houdt Luis Suarez ook gewoon op de bank. Die valt wel regelmatig in en pikt nog zijn doelpunten mee. Maar alle ogen zullen bij Atletico wel gericht zijn op João Félix om misschien wel een doelpuntje te proberen maken. Suarez heeft ook 2 goals gemaakt, maar hij heeft zich neergelegd blijkbaar bij die rol als invaller. Ja, en hij heeft ook al aangegeven dat hij fysiek wel echt op is. Dat zag je eigenlijk zelf, al bij zelf ook aangegeven? Ja, hij kan er echt wel mee leven dat het maar een half uurtje of 20 minuten is per week. Omdat hij kan gewoon geen hele wedstrijd niet meer aan. Dat is niet meer mogelijk op zijn. Maar hij maakte wel een mooi doelpunt, hè, afgelopen weekend. Die bal in de verste hoek gedeponeerd. Was knap gedaan. Dat gaat hij nooit verleren. Nee, maar daar zag je ook wel een klein beetje dat hij het ook al wat snelheid al kwijt is. Hij puntert hem dan nog binnen, maar de beste Suarez die loopt daar, die verdediger nog eerst eraf, denk maar ik. De manier waarop hij loopt, dat zie je goed. Hè. Er zit daar die knieën. Het is wel hoekig, mee. Zo. Het zit zo'n zo'n tand die mankeert eigenlijk in de ketting. Hè. Zo lijkt het wel. Hè. Maar dat was eigenlijk al in zijn laatste jaar bij Barcelona het geval. En ze hebben ook hun verdediging weer beter op orde, want ze hebben maar 2 tegendoelpunten in de laatste 5 matchen, zag ik. Dat was een groot probleem in het begin van het seizoen. Heel on-Atletico's eigenlijk, dat ze heel veel doelpunten slikten. Ook Oblak, die heel weinig ballen stopte, in mijn ogen. Een van de beste keepers ter wereld. Ja, maar in het begin van het seizoen zaten zelfs echt flaters tussen. Maar de laatste weken is ook die terug zijn oude niveau aan het vinden. Ik denk de match op Manchester was het beste voorbeeld. Dat was zijn beste match van het seizoen. Dus ja, als ze die verdediging op orde nemen en Oblak speelt op zijn niveau, dan blijft het wel een lastige ploeg om een doelpunt tegen te hebben ze een kans volgens jou? Weinig, denk ik. Ze gaan geluk nodig hebben, denk ik. En een sublieme João Félix. Dat ze op de nul kunnen spelen, dat weten we uit het verleden. Maar daar zijn ze eigenlijk ook wel een beetje mee gestopt sinds vorig seizoen. Want je zei daarnet, clash der stijlen. Zo negatief of defensief speelt Atletico de laatste jaren niet meer. Maar in deze match gaan ze dat wel terug doen. Die egelstellingen. Ze hebben het al eens geflikt op Liverpool. Hè. Dat hebben ze ook 2 jaar geleden Liverpool uitgeschakeld. En iedereen zat er ook op te kijken van wat is hier gebeurd? Hoe is dit kunnen gebeuren? De manier waarop. Het was Llorente dan. Ja. Je weet maar nooit met Atletico. City doorgaan of... Ja, dat denk ik toch wel. Alright, goed. Dan gaan we die wedstrijd laten voor wat die is. Over Atletico genoeg gepraat, maar misschien dan over een andere Spaanse ploeg even babbelen. De vreemde eend in de bijt in de kwartfinales. Gekadreerd. Ja, toch, als je kijkt naar het aantal inwoners bijvoorbeeld. Hè, Villarreal, een stadje met ongeveer 50.000 inwoners. Dat is iets anders dan wereldsteden als Lissabon, München, Londen, Madrid. Maar ze staan er wel. Ze hebben vorig jaar de Europa League gewonnen. En Koen en Frankie, nu staan ze bij de beste 8 in Europa. En dat hebben ze te danken aan deze prestatie in Turijn een paar weken geleden. Dayuma, de korte aanloop. En netjes in het hoekje. 0-3. Het is nog een sprekend resultaat ook voor Villarreal. En ik vroeg mij af of de gele onderzeeër nog een torpedo klaar had. Wel, ze hadden er 3. Ja, 3 torpedo's, 0-3 gewonnen, Koen. In Juve, had jij dat verwacht? Nee, dat ze konden doorgaan? Eerlijk gezegd niet. Ik denk dat ook een van hun strafste stoten ooit is. Het is nog maar hun 4e deelname aan de Champions League. 15 jaar geleden hebben ze iets tot in de halve finale geraakt. Maar toen moesten ze niet ploegen van het kaliber Juventus uitschakelen. Dus met 0-3 aan winnen op Juve, dat is een ongelooflijk resultaat voor Villarreal.
En daar hadden ze zelf volgens mij ook niet echt rekening mee gehad, want ze spelen geen superseizoen. Het is eigenlijk ook geen Champions League ploeg. Het is echt zo'n ploeg die altijd vijfde, zesde, zevende eindigt en bijna altijd in Europa League. Vorig jaar waren ze zevende, denk ik, hè? Ja. Maar ze hebben de Europa League gewonnen, daardoor konden ze deelnemen. Daardoor had Spanje ook geen ploeg in de Conference League, omdat de Conference League weer Champions League voor Villarreal. Unai Emery die was ook dol blij met die kwalificatie, dus misschien had hij het ook zelf niet verwacht. Eerste keer kwartfinale van de Champions League. Hoe groot is zijn aandeel in het succes? Ja, wat de spelers en supporters van Villarreal zeggen, heel groot. Hij heeft die club nog een niveau hoger. Het was al echt een goede subtopper geworden de voorbije 10, 15 jaar, maar nu zijn ze nog een stap verder gegaan. Alles daar rond, ook in dat klein stadje dat je zegt, dat ademt en leeft Villarreal. En ik denk, voetbaltactisch was er wel een trainer als Emery nodig om ook met die ploeg nog een stap vooruit te zetten. En een paar goed gerichte transfers, zoals bijvoorbeeld Arnaud Danjuma, die in mijn ogen een van de beste transfers in heel La Liga is. Ja, hij heeft er al 5 gemaakt in de Champions League, hè? Waaronder die penalty die we net hoorden. Frankie, wij gaan er naartoe. Woensdag, kijk je er naar uit? Ik denk niet dat je er al geweest bent. Nee, ik ben er nog niet geweest. Ik ben wel al in Valencia geweest, dat er vaak bij ligt. Maar nog niet in Villarreal, nee. Gert Verheyen heeft ons al gewaarschuwd dat het stadion, Estadio de la Ceramica, dat het vol hangt, hè? Met tegels, tegelwerk. Ja, dat kan mooi zijn. Dat is iets om naar uit te kijken. Ja. Dat is ook in Sevilla, denk ik toch. Hè? Ja, dat is aan de buitenkant, maar daar blijkbaar ook aan de binnenkant, overal in de gangen. Je gaat het wel zien. Ja. Wie is de belangrijkste speler van Villarreal voor jou? Ik hou wel van het centrale duo. De Pau Torres en Albiol. Ik vind dat stabiliteit achteraan. Stabiliteit en de oudere speler met 24 is hem ondertussen, geloof ik. Pau Torres, ik vind dat een hele goeie. Dus die combinatie, dat vind ik wel knap. Je hebt dan Moreno, die nu helemaal terug is, een tijdje geblesseerd geweest. Danjuma natuurlijk, ook in Atalanta. Belangrijke goals gemaakt voor Villarreal, mooie goals ook. Dus we hebben daar nog Parejo op het middenveld, zeker belangrijk. Veel métier, hè? Ja, en ik vond in Juve vond ik Estupiñán, zeg ik het goed? Die vond ik echt heel goed in die match. Maar dat is een speler, dat is half of niks. Die kan daar volledig bij uitgaan. Nee, dat is Pedrasa. Niet altijd zeker van een basisplaats ook. Die vond ik daar echt wel heel goed. Als hij zijn een dag heeft, is dat een goeie, maar soms gaat het licht daar wel volledig bij uit. Dat zal ook de reden zijn waarom dat hij ook niet altijd speelt. Nee, denk het, Je vermeldde Moreno, Frankie. We zijn met de redactie op bezoek geweest bij een speler die nog heeft samengespeeld een hele tijd geleden met Gerard Moreno. En dat was Jérémy Perbet. Ce que je pense de Moreno, c'est que c'est quelqu'un qui mérite ce qui lui arrive, parce que un peu à l'image de Trigueros, c'est-à-dire un joueur qui venait aussi de la Segunda, deuxième division, et directement quand il arrivait, je dirais que c'était plus moi qui lui donnais quelques conseils à ce moment-là, j'avais plus d'expérience. Je savais qu'à un moment donné, par rapport au jeune âge qu'il avait et le potentiel et le travail, la mentalité qu'il pouvait mettre chaque jour à l'entraînement, je savais que tôt ou tard il allait exploser, alors de là à être en équipe d'Espagne, peut-être pas. 2012, 2013, dus dat is bijna 10 jaar geleden. Toen hebben ze samengespeeld, Perbet en Moreno. Perbet was toen de ervaren spits, moest hem raad geven, hoorden we hem zeggen. Dat was in de tweede klasse, hè? Ja. Dat is, ik zal niet zeggen ondenkbaar, maar toch mooi. Meegespeeld in tweede klasse, Moreno, en nu de aanvalsleider in de Champions League. En hij heeft nog zijn contract verlengd, nog niet zo lang geleden, tot 2027. Dus dat zal er nog wel een tijdje zitten. Hij is nu 29 jaar, dacht ik. Ja, het is ook een beetje wel een laadbloeier. Hij is ook heel laat pas international geworden voor Spanje. Ligt daar wel in balans met Ferran Torres en Morata. Maar hij is een tijdje geblesseerd geweest en dat hebben ze wel gemerkt. Het is echt hun talisman. Het is niet alleen een doelpuntenmaker, het is ook voetbaltechnisch een hele goeie. Kopbalsterk. Hij heeft alles eigenlijk. Nog een belangrijk aandeel in Juve, hè? Ja. Ingevallen en daar bij betrokken eigenlijk, bij alle belangrijke momenten. De penalty omgezet, 4 minuten na zijn invalbeurt en dan nog een voet in de 2 andere goals, inderdaad. Maar is hij dan minder fit? Waaraan ligt het dat hij nu zo weinig wedstrijden heeft gespeeld? Ik denk 22 in totaal dit seizoen. Ja, hij heeft gewoon een blessure gehad en is daardoor 2 à 3 maanden buiten strijd geweest. En ze brengen hem voorzichtig terug. Het is niet dat hij terug volledige wedstrijden aan een stuk heeft gespeeld of na elkaar heeft gespeeld. Dus ik denk dat ze er wat voorzichtig mee zijn uit schrik voor dat hij zou hervallen. Maar je zei er juist ook, Pau Torres, die heeft wel een heel slechte week achter de rug. Die heeft geflaterd bij de nationale ploeg. Oei. En dit weekend heeft hij eigenlijk ook een flater tegen Levante gedaan.
Dat is wat jij ook al zei, dat is inderdaad opvallend. Hè. Ze hebben nu de laatste drie uitwedstrijden 0-9 tegen eigenlijk. Ja, van het weekend tegen de laatste. De laatste, Cadiz ook nog. Oké, Osasuna staat dan ergens middenin. Maar dat zijn, daardoor gaan ze hoogstwaarschijnlijk geen Europees voetbal spelen volgend seizoen. Ja, ze staan terug zevende, denk ik. Zevende, dus geeft daar recht. Conference League. Ze spelen eigenlijk geen groot seizoen, maar ja... Ze zitten wel nog in die Champions. Jij hebt de lange samenvatting bekeken van die match tegen Levante. Ja. Wat ging er mis dan? Want 2-0, dat lijkt wel vrij kansloos ook nog. Ja, nee, het waren twee counters. Het was vrij laat. En Levante, die staan wel laatst, maar die geloven er nog in. Zie je vaak in Spanje, hè, dat er op het einde van het seizoen nog... Die maken echt nog wel kans op behoud. En dat is eigenlijk wel een goede ploeg. Het was Morales die twee keer scoren. Dat is ook een beetje de talisman daar. Ja. Maar in principe mag je... Is hem bijna alweer? El Comandante. Juist. In principe mag je daar niet gaan verliezen, natuurlijk, Villarreal zijnde. Dat je weet dat dan Bayern München woensdag komt, is dat wel een heel slechte generale repetitie. Ze scoren ook heel moeilijk. Ik geef ze echt wel heel weinig kans. Ja, wellicht geen Champions League dus. Dat is een achterstand die te groot is, neem ik aan, in het klassement. Frankie, Bayern. Je moet Bayern eigenlijk pakken op hun mindere momenten. Mm-hmm. Buitenshuis bijvoorbeeld. Maar Salzburg heeft dat ook geprobeerd, maar niet gekund, hè? 1-1 gelijk gespeeld in de heenmatch en dan zwaar verloren in de return. Ja, maar je zag eigenlijk ook, vond ik, in de thuiswedstrijd, oké, dat was een mooi resultaat, goed gedaan, dat eigenlijk een makkie ging worden voor Bayern thuis. Ja, niet 7-1 of zo was. Dan nu niet natuurlijk, maar ik had wel zoiets van een 3-0 verwacht, omdat de kwaliteit toch te groot was. Maar Bayern, ik zag nu de laatste twee wedstrijden met 4 achterin gespeeld, heeft toch wel wat aanpassing gedaan. Ja, maar Nagelsmann. Ze wonnen wel afgelopen weekend, ja, maar ik vond ze weer niet overtuigend. Ze zijn gewoon benadeloos efficiënt. Ja, ook zonder Lewandowski, die niet scoorde. Nee, maar je weet ook wat ik ervan van denk. Ze zijn goed, uiteraard zijn ze goed. Ja. Veel kwaliteiten, aanvallende kwaliteiten, scoren makkelijk, maar of dat het achterin altijd even goed zit. Misschien daarom nu het feit dat hij is van 3-4 is overgeschakeld, om daar toch wat die tegendoelpunten toch zo wat te beperken, want dat was toch de kritiek die er was ook. Hopelijk krijgt hij dat op punt en dan zijn ze wel de grote favoriet. En Dortmund heeft verloren, dus kampioen in eigen land, dat is alweer geen probleem natuurlijk. Goed, Villarreal-Bayern is de enige match zonder Belgen. Die gaan we wel zien in de andere affiches. Belg van de week. We gaan er vandaag eens uitzonderlijk niemand in het bijzonder uitlichten. Nee, we gaan ze gewoon eens overlopen. Hè. Alle Belgen die nog in de Champions League zitten, dat zijn er 8 in totaal bij 6 verschillende ploegen. We hebben Kevin De Bruyne en Romeo Lavia. Die laatste zal wellicht wel niet meedoen. Carrasco speelt pas de return voor Atletico. Maar we hebben ook nog Jan Vertonghen en Origi die tegen elkaar het gaan opnemen. En dan hebben we Lukaku en Courtois en Hazard. Hazard, verhaal kennen we natuurlijk. Dat zal niet meer voor dit seizoen zijn. Misschien ook voor nooit meer bij Real Madrid. Maar toch nog flink wat Belgen, mannen. Dat is wel fijn, denk ik. Koen, Hazard, je vermeldde hem daarnet al even kort. Die operatie nu, dat plaatje weghalen, wat betekent dat eigenlijk? Is dat een bewuste hint van Real geweest? Doe het nu maar, zodat we je kunnen verkopen in de zomer? Het zou wel eens kunnen, maar hij heeft er zelf blijkbaar al lang op aangestuurd. Hij zit er al 5 jaar mee, want hij heeft in 2017 zijn kuitbeen gebroken. Dus, en hij heeft al een paar keer vanuit zijn entourage ook wel gehoord. Het is misschien beter dat eruit gaat, dat plaatje. Maar een paar maanden terug, was dat toch geen probleem? Zeiden ze van, oké, hij zal het laten zitten voorlopig. Ja, nu beslist hij toch om het eruit te halen. Natuurlijk, Ancelotti rekende al niet op hem. Nee. Ja. Dus het was misschien wel het moment om het te doen. Hij zit daar nu nog. Ja, hij speelt toch niet. Ja, dan kun je beter nu dat doen en die weken gebruiken om daarvan te recupereren. Want dat is wel, dat is wel weer opengesneden, uw been. Dus je moet er wel. Maar wat zijn de echo's? Het heeft niet per se te maken met een transfer, of? Ja, in Spanje denken ze wel dat hij deze zomer weg is. Dat hij weg moet, eigenlijk. Tijdens de winter. Dat was eigenlijk vorige zomer al het geval. Samen met Bale en een hoop andere spelers. Maar ja, ik raak er maar eens vanaf. Een ploeg moet wel... Het geld neerleggen, het loon betalen. Ja. Hij zal wel, dus aan zijn marktwaarde ligt hij niet meer, want die is gekelderd tot aan het. Oké, maar wie wil er zelfs nog maar 20 miljoen voor geven, wetende dat je ook nog zijn loon moet betalen. Dat is, en dat is een gok, want je weet eigenlijk niet wat voor speler dat je in huis haalt. Je weet niet wat hij nog kan, hoe lang dat hij nog gaat mee kunnen. Dus het is heel moeilijk voor Eden Hazard. Het is een triestig verhaal voor hem, toch? Het is vooral een triestig verhaal voor hem, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja,
Chelsea-Real Madrid, heruitgave van de halve finale van vorig seizoen. Weten jullie nog wie toen bepalend was in de twee matchen? Hij werd verkozen twee keer tot man van de match. N'Golo Kanté. Ja. Ik herinner mij die wedstrijden nog wel, ja. Vooral in het Val de Bebas, want toen Real speelde niet in Bernabeu, was hij wel echt heel, heel goed. Want ik kijk heel weinig Engels voetbal en ik had die dubbele confrontatie tegen Real wel nodig om te beseffen, juist, ja, die Kanté is heel goed. Ja, dat was ik wel even vergeten. Die speelde daar twee geweldige matchen. Hoe schat je de kansen nu in, Koen, voor Real Madrid? Want dat is wel de ploeg die jij het verste ziet geraken van de drie Spaanse die er nog in zitten. Ja, omdat het één Real Madrid is. Het is in principe het beste elftal uit Spanje dat er nog in zit. En ze spelen maar tegen Chelsea. En als ik het zo afga op... Titelverdediger, hè, Koen? Ja, maar als ik zo afga op hoe die spelen, de resultaten dit weekend ook, een pak slaag gekregen thuis aan Brentford, dan denk ik... Ja, misschien kan het wel. Vorig jaar vond ik het verschil vrij groot, eigenlijk. Ik vond dat Real redelijk kansloos. Was ook zo, ja. Maar nu, ja... Geef ik ze wel een kans. Ze hebben getoond in de vorige ronde dat ze 75% van een dubbele confrontatie kunnen weggespeeld worden en toch nog doorstoten. Ja, dus... stunt tegen Paris Saint-Germain. Door Courtois dan, toch vooral. Mede door Courtois. En Benzema. Vooral en Benzema. Ja, oké. En Benzema en Kroos. Ja. En Modric het laatste half uur. Courtois gaat een grote rol hebben. Hè. Op dit moment zonder twijfel het beste doelman ter wereld. En ja, als ze doorstoten, of als ze Chelsea van een doelpunt kunnen houden, ja, dan zal het wel weer in grote mate. De redding van afgelopen weekend mogen we nog even in de verf zetten. Hè? Courtois. Die vrij schop. Schitterende redding. Ja. Ja, nee, ja, ik zat te kijken en ik verschoot in mijn zetel, eerlijk gezegd. Ja, nee, ja, nee, ik begrijp het. Dat is zoals je verschiet als je zit te kijken, een doelpunt van Pedri, sorry. Ja, was het ook van, oh jong. Je veert toch even. Ja, nee, ja, ja, inderdaad. Ja, zo van, oh, hij pakt die en zo van. En ook bij Aspas direct, hè, zo... Eigenlijk iedereen was verwonderd dat hij die bal En je ziet ook in Spanje de bekende journalisten of analisten die ook meteen op Twitter beste doelman ter wereld. Ja, in Spanje wordt hij echt wel nu aarzelende werd, start op handen gedragen. Ja, nu werd hij de airbag genoemd, las ik. Ja. Nieuwe bijnaam. De muur, airbag. Ja. Maar hoe fit is Benzema, Koen? Want als die niet meedoet, we hebben dat gezien tegen Barcelona, dan is er wel een groot probleem. Hij zag er mij dit weekend toch vrij fit uit. Drie penalties mogen trappen. De ene al onterechter dan de andere, maar hij heeft er eentje Ik heb de laatste niet gezien, maar dat is blijkbaar het schandaal van de speler. Ja, ik vond dat geen strafschop, nee. Absoluut niet zelfs. Nee, in de verste verte. Maar ze zijn eigenlijk in La Liga de laatste weken, Clasico in kluis, eigenlijk niet fantastisch bezig. Ja. Maar Real Madrid is zo'n ploeg, die hoeven niet fantastisch in vorm te zijn om pakweg Chelsea uit te schakelen in de Champions League. Die hebben dat niet nodig. Die kunnen dat op metier en op alle ervaringen en klassen dat ze hebben, kunnen die dat gewoon nog wel voor elkaar krijgen. Chelsea, daar moeten we het ook nog wel even over hebben. Want ze hebben dus inderdaad verloren van Brentford met 1-4. Frankie, je vraagt je af, hoe kan dat? Hè? Chelsea dat onder Tuchel in het begin quasi nooit goals tegenkreeg. Nee, spelen nu ook... Ze hadden wel 6 keer na elkaar gewonnen, dacht ik. Ja, spelen nu ook met 4 achterin. Ik weet niet wat daar precies de reden van is. Christensen zat op de bank, de vorige wedstrijd ook al. Zaten ze met het hoofd al bij Real Madrid? Want ze staan daar in het klassement. Ja, ze gaan wellicht derde worden. Er is ook niet te veel druk Nu nog een klein beetje druk toch door de nederlaag. Maar hoogstwaarschijnlijk gaan ze dat wel redden, de Champions League plaatsen. We waren gewoon achterin niet goed genoeg, zei ook Tuchel na de wedstrijd. We verdedigden niet op het niveau dat je moet hebben in de Champions League. En speelden zelf ook niet echt geweldig goed. Hadden wel een paar kansen, maar waren niet goed. Havertz scoorde wel, het doelpunt werd afgekeurd, nam hem inderdaad wel even mee. Ze kwamen nog 1-0 voor trouwens, in de goal van Rüdiger. Ja, een geweldige streep van Rüdiger. Maar ja, goed, als het Rüdiger is die moet scoren, dan weet je wat het probleem min of meer was in de wedstrijd. En dan, voor ons, Lukaku, in gevallen 25 minuten voor het einde van de wedstrijd, niks meer kunnen betekenen. Dus ja, ook dat is een probleem, een groot probleem natuurlijk voor hem. Maar niet goed verdedigd, Frankie. Je vermeldt het bij Chelsea en dat viel wel op. Een opmerkelijk filmpje na afloop van de match op de sociale media. De vrouw van Thiago Silva, die was niet tevreden met de commentaar van de commentator, die hard was voor de Braziliaan. En ze wilde haar man toch wel even verdedigen. We gaan eens luisteren. Respect Thiago Silva, because Thiago Silva arrived yesterday. Thiago Silva played for Brazilian seleção. Thiago Silva is very tired. Thiago Silva is 37 years. He plays than 20 years old.
So respect to him. Well, it's not a machine. He's not a machine. He's a woman. It's need repose, relax. He's a woman, dat zal wel even een foutje zijn, lost in translation. Ja, mannen, mogen we dit wel een beetje grappig vinden, toch? Of niet? Ja, absoluut. Het siert haar dat ze het wil opnemen voor haar man, maar ja. Is de kritiek dan zo hard op? Blijkbaar was het, ja. Werd er slecht verdedigd en werd hij aangepakt door de commentarist. De commentator. Ja, dat zag je wel inderdaad. Ja. Maar is ook heel die achterlijn niet einde contract? Al die spelers waren aan Barcelona ook geliefd, ja, omdat die allemaal einde contract zijn. Die Christensen. Wie zou je willen zien komen dan? Ik vond die Rüdiger. Nee, die Rüdiger vind ik eigenlijk niet passen bij Barcelona. Is een beetje gek, goed, ja. Ja, ik vind hem verbeterd. Ik was daar vroeger niet zo gek van. Ik vond hem ook brutale fout. Ja, brutale. Dat heeft hij nog altijd. Maar alleen, ik vind hem wel een stuk beter geworden dan. Maar Thiago Silva die is wel bezig aan een heel goed seizoen. Heel goed, ja, absoluut. 37, we hoorden het. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, daar had ik mijn vragen bij. Hè, om nog op het hoogste niveau in de Premier League. Was ook zeer vaak geblesseerd. Blessuregevoelig. Komt vanuit een toch voor PSG gemakkelijke competitie in de Franse. Maar hij doet het inderdaad wel heel erg goed. Ja. Alright, dus conclusie. Wie haalt het, Frankie? Ik denk Chelsea. En jij gelooft in Real Madrid. Dat is denk ik de enige Spaanse ploeg die de halve finales gaat halen, denk ik. We zijn benieuwd. Goed, over één match moeten we het nog wat uitgebreider hebben. En we kunnen er misschien meteen een pronostiekje aan koppelen. Pix Prono. Ja, u weet het. U kunt via prono.pix.be nog altijd meespelen, prijzen winnen door te voorspellen wat de uitslag wordt van de kwartfinales. Vandaag kiezen we voor Benfica tegen Liverpool, wedstrijd die morgen op het programma staat. Ik zorg eerst voor wat context, mannen. Ik heb gekeken naar de wedstrijd van Benfica vrijdagavond. Ze hebben verloren tegen Braga met 3-2. Was een zwakke prestatie. Frankie, zou je kunnen zeggen, een beetje gelijkaardig aan de context bij Chelsea. Derde plaats, top 2 is weg. Champions League wedstrijd die eraan komt. Want ja, voor de rest zie ik niet goed in waarom het zo zwak was, Anders. Dat kan. Dat kan inderdaad wel dat die mijn gedachten al bij de Champions League zaten. Goed, voor de rest kan ik er heel weinig over zeggen. Jan Vertonghen was ongelukkig. Hij zag een doelpunt afgekeurd na handspel. En dan heeft hij ook nog een overtreding gemaakt. Twijfelachtig, die leidde tot de vrije trap voor de 1-0. Maar goed, als je afgaat op hun prestaties in de Champions League tegen Ajax, de ene wedstrijd die ik gezien heb, de wedstrijd thuis, dat vond ik echt wel een goede wedstrijd van Benfica. Dan, terug match alleen maar verdedigd of moeten verdedigen, maar dat toch over de streep getrokken. Dus hebben ze toch wel een bepaalde hardnekkigheid in het team. Wat maakt dat Liverpool het wel wat moeilijk kan krijgen. Die waren trouwens ook niet geweldig zaterdag. Hè, want Klopp had het ook over interland voetbal gehad. Altijd wat moeilijk, maar goed, wel gewonnen. Ik denk dat dat wel een beetje meer evenwichtig kan zijn dan wat je algemeen zou kunnen denken. Maar uiteindelijk is Liverpool daar ook wel de grote favoriet. Mm-hmm. Jan Vertonghen. Vind je ervan dat hij daar nog voor Lissabon heeft gekozen, voor Benfica? Ja, ik heb je nog live aan het werk gezien in Camp Nou. Juist, ja, je bent gaan kijken. En ik moet zeggen, want dat is een vrij oude verdediging. Naast hem staat Otamendi. En dan derde is ook nog... Ik weet niet kwijt wie dat was, maar ja, die deed het eigenlijk wel voortreffelijk daar. En het is straf dat hij dat nog kan, dat niveau halen. Ja, ik denk dat dat gewoon een goede keuze is geweest van hem, hè, van ook weg te gaan uit de Premier League, omdat daar de belasting misschien wel veel te groot was geworden. En hij wilde echt nog eens een prijs winnen. In de competitie gaat dat niet lukken. In de Champions League wordt het ook wel lastig natuurlijk. Liverpool, daar in principe maken ze ook geen schijn van kans tegen, toch? Nee. Goed, je hebt de drie Engelse ploegen, je hebt de Bayern, dus het zou wel straf zijn als Benfica. Ja, maar goed, Ajax, ik had het ook niet verwacht dat ze Ajax gingen uitschakelen. Ze hebben Bayern ook gehad in de groepsfase en daar hebben ze twee keer, denk ik, dat was een groot verschil. 2-5 zeker. Ja, dat was echt een groot verschil. In Lissabon bleef het lang vrij spannend, maar hebben ze toch nog zwaar verloren. Goed, ze hadden ook er niet bij kunnen zijn, hè, want in de play-off tegen PSV, dat had even goed PSV kunnen zijn, hè, en dat eigenlijk moeten zijn. Hè, want, de huidige coach van PSV, Schmidt, die wordt trouwens genoemd als opvolger bij Benfica. Dat zou kunnen gebeuren komende zomer. Goed, misschien nog even vermelden, Diogo Jota.
zijn jullie daar fan van? Want die zit nu aan 20 goals dit seizoen. Scoorde ook weer tegen Watford. Met Portugal, Frankie. Daar, daar waren we samen bij. Ja, mooie kopbalgoal gemaakt. Ja, absoluut. Ik ben daar fan van. Hij maakte nu ook met zijn kop de goal. Hè. Het is heel vaak met het hoofd. Ja. Die is inderdaad wel, ondanks het feit dat dat geen grote is, echt heel goed met zijn hoofd. Nee, maar goed, hij heeft daar de plaats in genomen van Firmino. Hè. Dus... Tussen Salah en Mané is het... Dat op zich is al straf. Ja, is het hij en niet meer Firmino. Ja. En scoort inderdaad veel. Alright, ik denk dat jullie genoeg context hebben om een goede gok te wagen. Wat wordt het? Benfica tegen Liverpool, heenwedstrijd? 1-2, denk ik. 1-2, oké. Okay, goed. Ja. Koen, wat denk jij? 0-2, denk ik. 0-2. Ik sluit me toch eerder aan bij die uitslag. Ik wil het nog een beetje spannend houden. Darwin Núñez, die mag wel een doel maken. Absoluut. Want die kan misschien wel een beetje solliciteren voor een plaats in de Premier League. Dat is die heeft er ook 4 gemaakt in de Champions League en 21 in de competitie nu. Hele goede spits uit Uruguay. Goed, mannen, onze tijd zit erop. We houden het hier altijd kort en behapbaar, onze preview op de Champions League week. Koen, morgen is het weer podcasttijd voor jou, heb ik gehoord. Morgen vroeg, ja. Croqueta. Croqueta. Over speeldag, hoeveel was het in Spanje? 31, denk ik. 31. Wel, kijk. Je kunt het nog eens over die goal van Pedri hebben. Dan, dankjewel voor je komst, Koen. Graag gedaan. En ook succes toch in 1B volgend seizoen dan bij Beerschot. Dankjewel. Misschien zien we hier nog wel eens terug als volger van het Spaanse voetbal. Frankie, wij zitten 4 dagen met elkaar opgeschreven. Ja. En gaat dat gaan? Gaat dat lukken, denk ik? Wat mij betreft wel. Ja. Wat mij betreft wel. Voor mij ook. Af en toe neem ik er een beetje gezang bij, de Classics 1000 in de auto en dergelijke. Maar dat doe je goed hoor, Frankie. Goed, wat u betreft bedankt voor het luisteren. En dus morgen en woensdag gewoon heel erg veel voetbal bij Pix Plus Sports op de televisie. Graag tot dan.